Maar niet te lang, want dan krijg je dat de vorige keer. Oh jongens, Sunday get ready with us. Hoi mensen, we zijn weer met een get ready with me. We zijn helemaal als zwerver. En we gaan ons klaarmaken. Sarie gaat met de vrienden naar de winkels. Alex. En Sander, moet je dan wel zeggen. Alex en Sander. Ja, het is toch Alex en Sander. Let niet op mijn nagels, alsjeblieft. Die zien er niet uit. Ik ga morgen mijn nagels doen. En ik kreeg het er allemaal niet af. En het is echt... Ja, echt een bonk ellende gewoon. Dus let niet op mijn nagels. Ik ga dus even mijn wenkbrauwen verven. Want zoals jullie kunnen zien is het alweer heel... Heel erg zwart, mijn wenkbrauw. En dat vind ik echt mooi. Ik wil echt eventjes mijn wenkbrauw verven. Dat kan je heel snel doen. Ik doe dit echt al jaren. Ik blondeer dus gewoon mijn wenkbrauwen. Met deze. Blondeerpoeder. En dan... waterstofperoxide. Dan gewoon een klein beetje erop. Beetje poeder. Iemand wordt... Oh nee. Ja, maar hij gaat toch zo weg. Maar anders ben je dat droog. Ja, dat gebeurt nu dat de vorige keer was gebeurd. Nee, dat was met de satijnen shirt. Ik had een shirt, alleen... Ik weet niet wat, ik wou hem heel graag aan en hij was nat. Dus ik ging wel mijn föhn, maar ik wilde dat hij heel snel ging föhnen. Dus ik zette die föhn erop en toen ging ik... Ja, dat shirt helemaal gesmolt. Ja. Heb jij hier een lipmask? Mijn lip is zo droog. Ik mocht toch die ene hebben van jou, deze. Dat zei jij. Je zei, die gebruik ik toch nooit. Ik ga deze gebruiken, jongens. Dat is heel prettig. Ik vind deze echt heel fijn. Die heeft Celine uit Dubai. Tatja. Echt, jongen. Mijn lippen zijn zo vaak droog. En als je dit dan hebt gebruikt... Kan mijn wenkbrauw altijd een beetje naar boven. Dat ik al die haren pak. Doe je rennen met de achterkant van de borstel, mensen. Maar niet te lang doen, want dan krijg je wat de vorige keer was gebeurd. Dat wil je niet hebben. Je wenkbrauwen waren bijna wit. Klopt. Mijn kast komt over 2 dagen binnen. Nee, 3. Nee? Woensdag. Ja, woensdag. Oh, jongens, echt. Ik kan niet wachten. En today is zondag. Ja, het is nog zondag. Echt, ik kan niet wachten dat die kast binnen is. Dan kan ik eindelijk jullie sowieso de makeover laten zien. Maar ook gewoon... kan ik eindelijk al mijn kleren echt ordenen. God, zie je. En dan? Mijn... En dan kunnen we Celina's kamer ook verder doen. Want Celina's kamer komt natuurlijk op de zolder. Maar ik heb daar gewoon nog allemaal dozen met kleren. Waar ik nu gewoon geen plek voor heb bij die rekjes. Laat dit altijd ongeveer 5 minuutjes. En dan hou ik het gewoon helemaal weg. Met, heb jij nog make-up doekjes of zo? Of watjes? Okay. Ik gebruik alleen maar cleanser. Oké, Celine wil dus een, ik noem het een jasmin kapsel. Oké, ik ga nu mijn wimpers, wenkbrauwen eraf halen. Nou, ik ga dan maar alvast beginnen aan mijn skincare. Gaan we. Oh, ik had nog wel iets langer gemoeten. Als eerste gebruik ik de Mario Descue, de lavender spray. Ik ben me trouwens nog precies niks aan het klaarmaken. Ja. Nou, dat is niet waar, want ik moet wel een TikTok video opnemen. Maar ik blijf wel thuis. Ja. Dan gebruik ik mijn
kleurwet. Tadaa! Hij is al zo ver, jongens. Kijk dan. Maar wanneer heb je die? Augustus. Ja, ongeveer. Toen Anouk terugkwam van... Oké, ik heb mijn wenkbrauwen en ze zijn wel iets lichter, maar ik kan nog wel iets langer van moeten. Zoals Celine zei, ik had echt een hele periode, of ik had echt één keer waren ze zo, had ik ze zo veel te lang gelaten. En toen waren ze gewoon, ja, is niet best. Dan gebruik ik de Drunk Elephant Rehydra Serum. Denk je, gebruik deze tegen veroudering, jongens, van Clay & Glow. Het retinol serum. Deze ga ik op doen. Oh. Zo. Dan gebruik ik de 123. Peptide Glazing Serum. Ik heb trouwens al mijn oogkruin opgedaan toen ik net uit de douche kwam. Oogserum. Oké, dan gebruik ik... Soft as Neem. Die hebben wij gehad. Van deze heb ik trouwens 11 euro. Deze heb ik zelf gekocht. Nou, ik krijg hem niet eruit. Maar ik heb dan deze. Deze heb ik zelf gekocht. En heb ik ook nog een restock gekregen. Oké, dan ben ik klaar met deze serum. Dan doe ik mijn moisturizer. Ik gebruik de CeraVe Facial Moisturizing Lotion voor de dagcreme. Maar hier zit de zonnebrand in. En door die zonnebrand, denk ik, word ik heel erg bleek. Maar er zit overal zonnebrand in. Nee, maar ik word echt heel erg bleek. Oké, ik gebruik dan de Charlotte Tilbury Magic Cream. Die hebben we ook gekregen. Die hebben we ook gekregen, ja. En je laatste serum, is die al op? Welke serum? Nee, die is nog niet op. Maar dit is echt wel een hele vette crème. En in de zomer is dat voor mij wel echt vet. Deze. Ook van Dark Elephant. En dan kan ik... Mask Illuminator. En dit is... Voor tegen... Hoe heet dat? Donkere plekken. Dan kan ik kiezen uit vier dingen voor mijn volgende stap. Dan heb ik de C Super Glowy Gel in Star Glow. Deze Reveal Me Hollywood Glow Face and Body Luminizer. En de Drunk Elephant Bronzy and Goldie Drops. Ik wil dat eigenlijk wel een keer proberen van jou. Ik denk dat ik de Bronzy Drops ga gebruiken van Drunk Elephant. Ik ga die ook gebruiken. Eigenlijk wil ik dat ene proberen, dat Uborian. Uborian. Zo heet dat toch. Ik had zo'n nieuw merkje. Ik ga dat pakken. Ik had een nieuw merkje ontdekt bij... hoe heet dat? Bij Douglas evenement. En dat is een soort skincare en BB cream achtig in één. Ik ga het even pakken, ja. Ik ga dat even proberen. Ik kom zo terug. Ik ga het even pakken. Oké. Back. Ik heb dus deze kit van hun ontvangen met een pet. En ik draag nooit petten, want ja. Mijn haar. Je hebt mij denk ik nog nooit met een pet gezien. Vind je het niet raar hoe wij eruit zien? Celine wil dus een jasmiënstaart, zoals ze dat doen. Het is gewoon zo'n babbel soort van ding. Ik mijn Jisoo lip oil en hij is bijna op, jongens. Dat vind ik echt niet leuk. Dit moet ik eigenlijk echt gebruiken. Ik ga deze crème wel opdoen. Ik heb ook geen zin in heel veel make-up. Dan ga ik naar mijn make-up. Oké, ik ga deze gebruiken.
De Doré. Deze primer gebruik ik niet heel vaak, maar ik dacht het is wel leuk voor de video. Ik ga dit nu proberen. En hij is een roze. Van L'Oreal. Het lijkt dus wit, deze. Maar... Oh ja, zo. Oh, ik zal het beter inkomen doen eerst. Ik had dus ook een keer zo nu gekocht op een ongeluk, want ik dacht dat het gewoon een crèmeetje was. Maar no. Eén kant gedaan. Kijk of dat zit heeft. Er is wel ook trouwens, dat had ik eerst moeten doen. Red corrector. Mijn wangen hier. Nou, op zich. Blurt het wel mijn gezicht, boy. Kijk, één kant. Dat had ik eerst moeten doen natuurlijk, deze red corrector. Ik kan kiezen uit twee bronzers. Welke zou ik gebruiken? De Catrice of de Too Faced. Oh, het is wel het corrector wel echt een red. Hallo. Hm? Welke zou ik kiezen, Catrice of de Too Faced? Ik vind dit wel heel mooi eigenlijk. Eerlijk gezegd. Voor de Too Faced gebruik ik deze kwast van de Busy Shop. Oh. Een red corrector. Zo. Weet je wat ik hier fijn aan vind? Ik hou wel van make-up, maar niet full coverage make-up, zeg maar. Deze streep hier dan. Kras weer. Nee, want ik kon het wegwegen. Mooi! Lijkt net of ik veel foundation op heb. Ik vind dit wel heel prettig, dit product hoor. Oh, 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 oh. Maar is het lightweight? Ja. Echt heel prettig dit. Nou, ik vind het echt zo mooi. De Too Faced bronzer. Dit is de mini trouwens. En ik denk dat de grote er zo uitziet. Dit is dan het verschil. Kijk, mijn huid niet. Dit is toch mooi? Kijk even. Ik weet het. Het is wel mooi, ja. Kijk nou hoe mooi het kleurt ook met mijn huid en zo. Ik heb niet eens concealer op nu, hè? Nee. Ja, meid. En ik doe altijd mijn bronzer eerst voor de wenkbrauw. Want ik ga altijd met die kwast zo en dan verpest ik mijn wenkbrauw. Ik kan kiezen uit de Benefit 24 uur brow setter of deze Catrice Brow Fix Soapstick. En ik had dus zo één van Sephora. Alleen, Nederland moet weer geen Sephora hebben. Ja, maar buiten dat kon ik die ook nergens meer vinden. Nee. Die was ineens helemaal uit het assortiment of zo. Ja, en nu heb ik deze gevonden van Catrice. Dus dat is best wel fijn. Nou, dan gebruik ik deze maar even. Ik vind dit echt de uitvinding van de Il de CC Cream. Oh my god, wat prettig zeg. Ik vind hem echt, echt heel mooi. Oh, 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 oh. Ja, sorry, maar ik ben daar echt heel blij mee. Potverdorie. Zaag! Zo ziet het eruit. Ik kan dit zo draaien. En dan heb je aan deze kant hier zo een borsteltje. En ik doe eerst gewoon die stick gewoon zo. En dan ga ik met het borsteltje. Ik gebruik nu even Laura setting powder, maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben veel meer fan van die van Hourglass. Alleen die is op. Alleen die is op. Dan ga ik naar blush en ik heb heel veel blush om uit te kiezen. Ik heb namelijk de Makeup by Mario blush, de Too Faced blush, de Rare Beauty liquid blush. Ik ga ook wel een keer. Ik wil die Mario blush wel gebruiken even nu. De Rare Beauty Melting Blush. Ik gebruik trouwens nu de Rare Beauty Bronzer. Heb ik deze nou in Las Vegas? Nee, die heb je toch... Ah, je laat die mee. Ja. Ja. Dan heb ik de Fenty Cream Blush. En een soort paarsachtig kleurtje, want
Welke kleurtje had ik nog niet. Dan heb ik de Dior blush in Coral. Blend heel prettig. Ja, alleen deze... Die is mijn favoriet. Ja, die is jouw favoriet. Alleen de roze, die heeft niet zo heel erg veel pigment. Nou, bijna gewoon geen pigment. Ja, die roze vind ik echt niet mooi. Maar deze dus wel. En ja, daarom... ik hou niet zo van roze. Heel veel mensen hebben de roze. En daardoor, hoe heet het, gaan ze deze ook niet kopen. Omdat ze denken, ja, het is precies hetzelfde. Maar deze is wel echt is dat heel mooi pigment. Ja. Omdat het is toch hetzelfde formule en zo. En mijn wenkbrauwtjes doen. Ja, dus heel veel blush om uit te kiezen. Ik wil die Mario gebruiken, dus dan moet jij een andere doen. Ik gebruik de Mario, dan gebruik ik de... Ik zit twijfel tussen deze twee. Deze, de iets donkerdere is... Chick Freak en de iets lichter is Girl Next Door. En ik vind deze echt zo mooi. I can't. Hoe blij ik met dit ding ben. Met dit. Wanneer echt. My God. Arborian. Korean Skin Therapy. Uit Parijs komt het. Ik ben hier heel, heel, heel blij mee. Ik doe het eerst op mijn neus. Dan doe ik het bij mijn oogleden. Dan doe ik het hier zo boven mijn wing. Mario's. En hier. Oké, ik ga deze gebruiken. Vaseline. Van. Deze was wel heel duur volgens mij ook hoor. Maar wat wel handig is dat je er achter een borstel hebt. Dus je hoeft niet helemaal een nieuwe borstel te kopen. Het is wel een hele felle kleur. Dan zeg ik het zelf. Oh ja, gebruik jij die wel eens? Ja. Meer als dit toch niet is dan minder of niet? It's the base. Is het dan minder of niet? Ja, maar ik zou doe even die color corrector erop. Aangezien het nu toch rood is. Oh, mooi hoor. Dit is echt huge. Ja, het is echt heel goed. Ik ben hier echt very content mee. Dan doe ik altijd eventjes. Deze, ja, dit is echt een palet. Die is helemaal naar de galamise. Maar omdat ik deze heel vaak gebruik, dit oranje. Als je dus groene ogen hebt en je doet dus iets oranjes boven je oog, dan springt groen er meer uit. Je hebt van die tegenkleuren allemaal. Ik heb een beetje te veel gezet. Kan je toch van je andere kant gebruiken? Dat heb ik. Ik heb allebei de kanten. Mijn lipproducten zitten in mijn tas. Je hoeft echt niet veel te zetten. Want het werkt gewoon net zo pigmenterend. En noem ik natuurlijk. Gepigmenteerd. Gebruik ik de Real Beauty Blush Brush. Plus Brush. Je zegt Plus Brush. Blush Brush. Ik ga dus nu dit bruine, donkerbruine potlood gebruiken. Kan ik helaas geen niet laten zien. Kan ik helaas niet aan jullie zeggen waar dat vandaan is. Want die is van de Pri. Een wenkbrauwpotlood. Donkerbruin wenkbrauwpotlood. Maar die is er dus al helemaal uit. Echt? Ja, ik kan me janken. Dus echt de enige die blijft zo goed zitten op je lippen. En het is echt de perfecte kleur. Hoeveel had je nog gekocht? Nou, toen in Londen was, toen ik daar was, dat was in april. Toen heb ik er dus echt 5 gekocht of zo. Want ze zijn ook maar 1,50. Maar als je wist dat ze weggingen, dan zou je hoeveel kopen? Alles wat er lag. Oké, maar een beetje blush. Dat is echt heel mooi. Zo. Het is ook echt zo'n suffe zondag. We zijn echt gewoon zo niet. In een suffe zondag vibe. Een beetje... Zo, oké. Then I go to setting spray. Ik gebruik de Tarte Stay All Day Shape Tape. Van de Shape Tape lijn. En ik heb dus nu die lip liner op.
En ik ga de... Even kijken, Too Faced... Lip injection. Lipgloss gebruiken. En dan gebruik ik mijn ventilator. Oh, hij is leeg. Dan gebruik ik mijn spiegeltje. Hot. Prettig. Ja, jij hebt helemaal geen bronzer gebruikt. Wel? Of Huda Beauty? Oh ja. Oké, en nu is het moment dat ik ga bedenken wat ik met mijn haar ga doen. Ik ga deze tang even gebruiken. Het is zo'n wave. Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik heb deze ook gekregen op het Douglas evenement. Maar ja, ik had geen stel haar toen natuurlijk. Oké, ik ga dus nu proberen deze tang. Ik ben echt benieuwd. Ik moet een soort waves geven. En ik ga naar mascara. En dat wordt nog wel eens een flinke keuze, want ik heb echt niet normaal veel mascara's. Dit is moeilijk bij mezelf, denk ik. Dit zijn mijn mascara's in mijn make-up tas. En dan is dit nog niet eens alles van wat ik heb. Maar ik denk dat ik of de Kylie mascara ga gebruiken of de nieuwe Benefit mascara. Oeh. Welke zou ik gebruiken? Ik ben even heel geconcentreerd bezig. Kijk dit. 1 of 2? 1. Dat is de kei. Daar wil ik wel even een spiegeltje pakken. Oh, jongens. Lijkt alsof je naar zo'n gala gaat. Oeh. Hoezo naar een gala? Ik weet niet. Wat is dat nou weer voor iets randoms? Gewoon naar een red carpet iets. Oh. Because I look so good. Grapje. Ik heb het er niet goed aangepakt, dus ik moet het even tussen haakjes overnieuw doen. Eerst deze kant doen. Eerst de onderkant doen bedoel ik. Ik vind wel dat dit ook hier heel klonterig was. Ik heb het een beetje geprobeerd te fixen met dit Essence kwastje. Oh, het is wel heel mooi hoor. Buiten het feit dat ik deze kant een beetje heb verpest. I like it wel. Wat vinden jullie? Moet je niet nog sieraden om je heen? Ja, en dan als allerlaatste doe ik deze Essence lip oil op. Nou, hoe lang was ik hier mee bezig? 7 minuten? Love it wel, dit. Dat was het, jongens. Sunday, get ready with us. Je gaat nu lekker naar de... Alex en Ander. Sander. Alex en Sander. En ja, dankjewel. Dit is ons resultaat. Laat ons weten wat je ervan vindt. Dankjewel voor het kijken, meisjes. En dan zien we jullie woensdag of vrijdag. Doei! Doei.